What's up, Astral Community? Dit is Koen hier en welkom bij mijn allereerste Xbox Let's Play hier op mijn kanaaltje. Ik had een tijdje terug een Xbox gekocht bij de kringloopwinkel voor een redelijk schappelijk prijsje. En ik had gelijk zoiets van, ja, weet je wat, dit is leuk, dit wil ik gaan doen, dit ga ik op mijn kanaal spelen. En we gaan beginnen met Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, uitgekomen in 2002. Door mij gespeeld, echt 5 jaar geleden of zo, denk ik. Misschien zelfs nog wat korter geleden of zo. Het is niet echt heel erg gek lang geleden sinds ik dit spel voor het laatst gespeeld heb. Nou ja, de laatste keer dat ik dit spel heb gespeeld was afgelopen woensdag was dat. Daarop, toen had ik mijn Xbox gekocht, die ik momenteel aan het spelen ben. En sindsdien ben ik eigenlijk gewoon lekker bezig geweest met een aantal Xbox spellen die ik hier heb liggen. Ik heb hier ook nog liggen Burnout Revenge, ik heb Halo 2 en ik heb Dead or Alive 3 heb ik ook nog en een paar FIFA spellen. Die zou ik waarschijnlijk niet op mijn kanaal spelen, FIFA, omdat ik ben gewoon niet zo'n FIFA fan. Maar Dead or Alive 3 is sowieso wel een leuk spelletje dat ik een keer met mijn vrienden moet gaan spelen. En natuurlijk is Burnout Revenge echt een feestje voor een livestream die ik misschien wel een keer ga doen. Maar als ik echt een volledige let's play wil gaan doen op mijn kanaal op een bepaalde Xbox game, dan ga ik gewoon beginnen met dit. De grootste reden waarom ik dit momenteel ga spelen is gewoon omdat, ja, dit is al jaren een van mijn favoriete spellen aller tijden geweest. En mijn persoonlijke favoriete Xbox game. Daarom heb ik gewoon deze gekozen als eerste Xbox game om te gaan let's playen. Misschien is hij gewoon te goed voor ons. Genoeg. Deze cutscenes die duren trouwens behoorlijk lang, dus ik ga niet alle cutscenes laten zien. Het verhaal is relatief simpel. Uka Uka, dat duistere vliegende masker die je net zag, heeft allerlei best wel gevaarlijke monsters vrijgelaten, genaamd de elementen. En die moeten wij dus zien tegen te houden voordat ze alles en iedereen met de grond gelijk maken. Nou, een redelijk simpel verhaal is het. Dus is niet echt heel erg uitgebreid. Maar dat vind ik op zich niet heel erg. Ik vind het op zich wel fijn dat het verhaal redelijk simpel is. En ik vind het ook wel lachen dat het ook niet dat je dus niet al te veel hebt om te analyseren. Want ik ben namelijk nogal een analyst als dat, op dat gebied. Als dat er echt een heel uitgebreid verhaal aan vast had gezeten, was ik daar waarschijnlijk echt urenlang mee bezig geweest met het te analyseren. Dus ik ken mezelf in dat opzicht wel een beetje momenteel. Want ik probeer echt ook. Ik ben ook echt nogal een analyst als het neerkomt op tv-shows en films en zo. Waarschijnlijk is je dat al een keer duidelijk gemaakt in een van mijn video's. Maar goed. Als ik echt voor een verhaal wil gaan, dan ga ik ook gewoon een beetje een spel spelen van een bedrijf die een beetje verstand heeft van hoe je een beetje een goed verhaal kan schrijven. Zoals Telltale Games heeft een aantal games, zoals The Walking Dead. Een super episch verhaal in die game en daar ga ik waarschijnlijk ook nog wel het een en het ander mee doen op het kanaal. Maar dat weet ik ook nog niet zeker of ik dat ooit eens een keertje ga doen, moet ik even over nadenken. Maar goed. We spelen in dit spel dus als Crash Bandicoot. Dat is dus dat rare vosachtige wezen waar ik mee aan het spelen ben momenteel. Is heel leuk voor de furries onder ons. Oké, slecht grapje, sorry. Hij kan springen, hij kan draaien, hij kan sliden en hij kan rammen. En hij kan kruipen. Ik weet niet precies waarom dit een special ability zou moeten zijn. Ja, waarschijnlijk omdat je zometeen ook onder dingen heen moet kruipen. Ik zit in de tussentijd echt helemaal te kijken van deze game is een. Ik weet niet of deze game echt voor zijn tijd aardig vooruit was. Ik weet in ieder geval. Ik kan in ieder geval vertellen dat de game er echt prachtig uitziet. Ik weet nog wel dat ik echt helemaal weggeblazen werd van de graphics in deze game toen ik dit spel voor het eerst speelde. Ik was ontzettend onder de indruk van hoe deze game eruit ziet. En
Ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds een van de mooiste platformers die ik ooit heb gespeeld. En dat zegt al best wel veel, want ik heb nog best wel veel platformers gezien. Ik heb Super Mario Odyssey heb ik een tijdje terug nog gezien. En als je het mij vraagt, die game ziet er niet... Het ziet er mooi uit en zo, daar niet van. Maar ik vind dit er toch net wat mooier uitzien. Maar misschien ligt dat wel weer aan mij. Misschien komt dat gewoon omdat ik wat meer een fan ben van de retro games of zo. En hop! Ah, jammer. Ik had gehoopt dat ik er een leven uit zou komen, uit zou kunnen halen. Je kan wel een extra leven krijgen als je 100 van die mango's verzamelt. Krijg je een extra leven. A la Mario. Als je vijanden wilt doodmaken, moet je uiteraard gaan draaien zo. Maar je kan ook à la Mario op hun hoofd springen. Dat is wel zo vet. En je hebt dit soort dingen. Je hebt deze plateaus. Daar sta je op. En dan word je gebracht naar een bonus stage. En hier kun je dan vervolgens verborgen boxes en mango's verzamelen. En levens uiteraard. Dat is wel zo handig, want op deze manier kun je namelijk langer blijven leven. Klinkt best wel logisch op deze manier. Oké, dit wil ik wel even hebben. Oh god. Die TNT blokken die wil je trouwens niet te lang op blijven staan. En die wil je al helemaal niet gaan draaien. Want dan ontploffen ze namelijk en dan ben je dood. Oh, ja, zoals dat. Dat wil je dus niet laten gebeuren. Dus daar moet je echt heel erg goed voor oppassen. Hop. Ah, kom op. Ik wilde deze er echt eventjes gelijk bij hebben. We hebben in ieder geval alle 25 boxen. En een extra leven. En als het goed is, krijgen we hier ook een extra leven van al die mango's die we net hebben verzameld. Ah, jammer. Ik kom er 12 tekort. Nou goed. Geeft niks. Oh, ik zie daar ook... Oh, oké. Dat wordt nog wat, jongens. We hebben hier namelijk ook nog een ander bestel lachend ding. Dit is een death trap, denk ik. Ik noem het altijd een death trap, maar ik weet niet of dat het ook daadwerkelijk zo heet. De bedoeling is dat ik hier al deze nitro's probeer te ontwijken. En gewoon overleef. En dat is dus niet de bedoeling, even voor alle duidelijkheid. Dus je moet echt heel erg voorzichtig zijn hier. Oh, oké, dat ging nog maar net goed. Oh. Pff. Ja, zo makkelijk kan het dus wezen om hier dood te gaan. Ik ga die death trap gewoon nog een keer proberen, denk ik. Of niet? Nee, ik ga het denk ik niet nog een keer proberen. Het is misschien wel even leuk om eventjes af en toe... Ik ga het niet nog eens een keer proberen. Het is misschien nog wel een keer leuk om een keer op terug te komen in een andere video. Misschien in een Crash Bandicoot bonus. Maar tot die tijd gaan we gewoon nog wel eventjes lekker dat overslaan. We moeten kristallen verzamelen die we kunnen gebruiken om de elementen te stoppen. Daar krijgen we namelijk special powers van. En we komen 5 van die boxes tekort. Shit. Wat het ding namelijk is met dit spel. Je moet namelijk al die boxes verzamelen om een diamant te krijgen. En die diamanten die kun je dan weer gaan gebruiken om het spel vervolgens 100% uit te spelen. Zeg maar, die kristallen. Die kun je dus gebruiken om de boss te verslaan. En die diamanten die kun je dus ook weer gaan verzamelen voor een 100% completion. Maar daarvoor moet je dus wel al die kratten verzamelen. Ik ga alle levels heel eventjes op volgorde spelen van de levels die ik het kutste vind en de levels die ik het leukste vind om te spelen. Het eerste level dat had ik gewoon al even gedaan om eventjes snel een introductie te geven op wat er gaat komen in dit spel. Het spel is nog trouwens best wel redelijk pittig voor het geval dat je het je afvraagt. Voor de mensen die echt zoiets hebben van dit spel ziet er echt makkelijk uit. Nou, vergis je vooral niet hoor, want het spel is nog redelijk pittig. Vooral de latere stages. En vooral de bossfights wil ik nog wel eens moeite mee hebben. Maar waarschijnlijk komt dat gewoon omdat ik rete slecht ben in deze game. Nou ja, rete slecht. Echt dat je zit van, ik ben heel goed in de game. Nee, echt niet. Ik ben best wel slecht in het spel, geloof me. Als dat je nog nooit een platforming let's play van mij hebt gezien. Een
Crash Bandicoot of een Super Mario Brothers of zo. Nou ja, dit is eventjes je eerste indruk op wat er gaat komen daarvan. De bonuses die zijn nog redelijk te doen voor mij. Die zijn nog redelijk simpel. Dus daarom doe ik deze even snel. Dat is een leugen. Ah, die mango's, daar kom ik niet meer bij, joh. Die doe ik niet meer. Het gaat voor mij voornamelijk gewoon omdat ik alle boxes hier verzamel. Dat ik zo min mogelijk boxes mis. Want ik zou ook... Het zou leuk zijn als ik zo dicht mogelijk een 100% zou kunnen komen. Dat was echt mijn schuld. Ik aarzelde zo hard daar. Dit was echt best wel bad, hoor. God. Oh, dit was echt mijn schuld. Dat was echt niet mijn bedoeling. Oké. Shit! Oké, kan ik daar nog bij komen bij dat krat? Nee. Shit! Nou ja. Niks aan te doen, helaas. En hop! Het zou ook wel even leuk zijn als ik zoveel mogelijk mango's kan gaan verzamelen. Want dan kan ik namelijk ook wat meer levens verzamelen. Hoe meer levens je hebt, des te langer je blijft leven in het spel. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat er gebeurt trouwens als je game overgaat. Ik ben al ik heb dit spel echt al behoorlijk lang geleden gespeeld. En ik heb het spel echt niet zo vaak gespeeld. Oftewel, ik ben niet zo vaak doodgegaan dat ik uiteindelijk een game over scherm heb gezien volgens mij. Het zou kunnen dat je eindigt in het lab van Dr. Cortex of zo. En dat hij dan zijn kwaaie lach doet of zo. Geen idee. Ik weet trouwens niet of ik net een leven heb gehad daarvan, van die mango's. Ik zat er wel even niet op te letten. Maar ik kom in ieder geval wel weer een soort van in de buurt van de 100 mango's. Kan ik hier nog een keer op springen? Nee, dat kan niet volgens mij, hè. Maar dat kan wel, maar dan word je niet nog een keer teruggebracht naar het koningslevel. Dan komt hier als het goed is. Ja hoor, daar is hij. Je grote vriend, de boze rode draak. Of nou ja, de boze groene draak. Waarom is die draak groen? Waarom is die draak niet rood? Serieus, Universal en Traveler's Tales. Waarom is die draak niet gewoon rood? Of zo. Nog twee mango's trouwens en ik heb een extra leven erbij. Het zou wel even leuk zijn. Kijk, al die boxes die hij dus kapot maakt, is dus weer een extra box voor mij. Dat scheelt ook weer even een hele hoop. Ik krijg er echter geen mango's van. Dat is wel weer een beetje jammer. Die draak die is echt fantastisch. Ik vind zijn design echt zo goofy en weird. Ik hou ervan. Het is echt fantastisch. Als het goed is... hij komt als het goed is vast te zitten. Als we zometeen het einde van dit level bereiken. Die nitro's die zijn echt verschrikkelijk, jongen. Ik heb echt een hekel aan die dingen. Kijk, ja hoor! Ik had eigenlijk ook wel willen zien dat hij in die afgrond zou vallen. Maar oké. Weet je, I'll take it. Oké. Dan gaan wij, als het goed is, TNT opblazen. Ja. Oh, wegwezen hier. Al die mango's. Ik vind het zo zonde van al die mango's, weet je. Oké, kan ik hier nog op springen? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik daar wel op kunnen? Omdat ik anders even die mango's zou willen... Nee. Dat ga ik niet nog een keer proberen. Oké, wacht even. Oh, oké. Dat is een risico wat je neemt als je dat soort shit doet, hè. Extra leven, dank u wel. Kristal. Dank u wel. Oh, god. Twee wizards. Oh, wat? Oké, ik ben blijkbaar dood. Die wizards, die moet ik dus blijkbaar gaan ontwijken. Oké, duidelijke taal. En hop. Mango. Oké, dat was echt gewoon de puurste bullshit aller tijden, man. Wauw. Gewoon. Je gaat dood door een fucking vleermuis, Crash Bandicoot. Oké, het ding met Crash Bandicoot is wel, zijn intelligentieniveau is niet hoog. Dat is logisch. Tenminste... Ik neem aan dat er een soort van logica aan vast zit. Maar hij moet toch op zijn minst wel tegen, hoe heet het, een vleermuis kunnen. Come on. Fucking Crash Bandicoot ook. Oké, wegwezen. Ja hoor. En ik kom 4 boxes tekort. Nou oké, weet je. Het zal wel.
In ieder geval, dit is dus eventjes een snelle introductie op Crash Bandicoot. The Wrath of Cortex. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze video. Als je hiervan hebt genoten, doe dan even snel dat duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. En als je nog meer van dit soort video's wilt zien, klik eventjes op die abonneerknop onder deze video. En dan wens ik jullie verder een prettige dag. En tot de volgende keer. Astral Thunder, out!